meteen op de volgende vraag. Want het is helemaal niet zo moeilijk, heb ik begrepen, om vals te spelen. Ja, je moet eigenlijk op een manier toegang krijgen tot een schaakcomputer. Dus precies, ja. Die heb jij. Ja, ik heb er eentje mee. Dus kun je voordoen hoe dat dan werkt? Ja, dus ik heb eigenlijk gewoon mijn eigen laptop mee en de partijen bijgepakt tussen de twee spelers. En we kunnen hier op het scherm zien dat de schaakcomputer rechtsonder staat, schaakbord links. En die geeft een aantal zetten aan, nu de top 5 beste zetten volgens die computer. En op dit moment kon Hans winnend voordeel krijgen door de topzet van de computer te volgen. Fmaal g4 is dat. Mm-hmm. Maar in plaats van deed hij paard c4. Oké, je gaat echt veel te snel. Ja, sorry. Ik heb geen idee wat je noemt. Rechtsonder is belangrijk. Ja, rechtsonder is heel belangrijk. Je ziet FKG4 en die velden, die hebben dus coördinaten. Dus je hebt A tot en met H en 1 tot en met 8. Dus, want veel mensen vragen, daarom is het wel leuk om te laten zien... van ja, maar hoe moet je dan vals spelen met schaken? Ja. Dat is wel leuk dat Max, want die werkt dagelijks natuurlijk met die apparatuur... dat even kan laten zien dat... Nu had hij dus op aanraden van de computer had hij een beslissende zet kunnen spelen. Maar het frappante is, niemand dus, degene die verdacht wordt van vals spelen... maar het frappante is dus dat hij dat op sommige momenten in de partij dus kennelijk niet heeft gedaan. Heeft hij dat nagelaten. Maar wat zegt dat dan? Dat is of heel slim vals spelen, of het is toch dat hij uiteindelijk geen hulp kreeg van buitenaf. Dus dat hij toch slimmer is dan die computer? Nee, niet slimmer, want uiteindelijk... Hij pakt dus een suboptimale zet, pakt hij op dit moment. Dus een zet die niet wordt aangeraden door de computer. Hij geeft er ook zelfs winnend voordeel mee weg, eigenlijk. Ja. Dus dan, maar het kan zijn, want er hebben dus nu ook algoritme-experts zich gebogen hierover. Want er zijn dus gewoon algoritmes geprogrammeerd die er ook voor dienen om op al die op chess.com. Dus er spelen miljoenen mensen real-time. En er zit dus een computersysteem die kan dus valsspelers meteen herkennen aan de hand van computersoftware. Als iemand te vaak die computerset pakt en die doet op een significante frequentie, dan worden die eruit gevist. En die hebben zich hierover gebogen en die zeggen eigenlijk... zegt het algoritme dat hij niet heeft vals gespeeld.